Steeds meer zwervers melden zich aan bij het psychiatrisch centrum Suriname voor verzorging. Dat zegt PCS-directeur Raj Jatnanan Singh. Deze toename is voornamelijk het gevolg van de sluiting van het bureau Dak en Thuislozen aan de Wiggerstraat. Het PCS nam de leiding en de administratie van het bureau over. De toenemende aanmelding van zwervers bij PCS drukt zwaar op hun financiële begroting. Jatnanan Singh zegt dat het centrum met kunst en vliegwerk in staat is om deze groep te begeleiden. We hebben 37 cliënten moeten opvangen van Wiggerstraat en Latour, de langblijvers dan die daar woonden. En dat zijn cliënten die bekend zijn bij de psychiaters al hier. En die hebben we dus ondergebracht in PCS. Maar daar was geen aparte ruimte voor. Dus ik heb nu een ruimte moeten delen van een andere afdeling om de ex-BDT'ers hierin onder te brengen. Dat is eigenlijk een noodopvang en zo moet het niet blijven. Er zou geld vrijgemaakt moeten worden, wat ik ook heb aangevraagd. Van laat me tenminste een van die oude barakken opbouwen in een permanente zorg voor die groep die daar blijft. Jatnanan Singh merkte op dat de zwervers niet per se een probleem van het PCS zijn. Er bestaan namelijk protocollen voor de aanmelding van zwervers bij het centrum. Een zwerver in de stad wil niet per se zeggen dat het een PCS-probleem is. Ten eerste zwerft die persoon en die vindt het leuk om te zwerven. Wij gaan aan hem en wij storen hem in zijn zwerversgedrag. Dat vergeet men ook wel eens. Een zwerver die zwerft, dat heb je overal in de wereld. Een zwerver die een maatschappelijk probleem aan het vormen is, dan begint het al richting PCS te kunnen kijken. Want een zwerver die bijvoorbeeld de autoruit vernielt, wil niet zeggen dat hij naar PCS moet komen, maar dan moet hij naar justitie gaan. En als daar misschien deviant gedrag of andersoortig gedrag wordt bewerkstelligd en dan zeggen van weet je wat, misschien zou de gedragsspecialisten naar moeten kijken, dan wordt hij opgenomen. Ja. Dan kan hij naar hier komen en dan zal de dienstdoende psychiater wel vaststellen, is het iemand met een behoorlijk psychisch probleem die hier verder behandeld moet worden. Maar dat is inderdaad, BDT is opgehouden te bestaan zoals het was. Dus de twee locaties, Wiggerstraat, die is komen weg te vallen. Degenen die daar gingen, die gaan dus uitzwerven in de stad nu. En je ziet inderdaad een stukje toename daarvan, dat merken wij hier ook. Maar gelukkig, Latour is nog open. En daar heb je nog de opvang, de dagelijkse opvang van de cliënten die daar komen. En dat draait uitstekend, dat draait goed. Tot zover de directeur van PCS, Raj Jatnanan Singh, over de toename van het aantal zwervers bij het centrum.